vandaag super lekker weer en ik had al dagen zin om een shoplog op te nemen. Want ik heb heel veel dingen gekocht. Het was zo, ik ging op een gegeven moment wat online bestellen bij H&M. Omdat ik merkte dat ik geen tijd had om te winkelen. Maar ik toch nog wat jurkjes en zo wilde. Dat ik merkte dat ik een jurkje aan wilde, maar dat ik geen jurkje had. Dus ik had dingetjes online besteld. Maar toen kon ik onverwachts toch gaan winkelen een dag later. Met mijn moeder in Arnhem. Dus toen heb ik best wel veel leuke dingen gekocht. Bij H&M, maar ook bij de nieuwe winkel Kostes. Dat is nieuw volgens mij in het hele land, maar ook in Arnhem. En ik vond het best een leuke winkel. Ik vond het wel iets te basic, iets te veel zwart en wit. Dat zie ik sowieso dat ik dan... Ik koop veel zwart, maar dat is puur omdat ik niet echt het gevoel dat ik een keuze heb. Ik wil graag een beetje meer nude kleurtjes, persie kleurtjes of okergeel. Ik heb één okergeel dingetje, maar gewoon een beetje meer dat soort tinten. Maar dat heb ik niet echt. Dat is goed. Nou, veel zwart, lang verhaal kort. Ik begin met deze sjaal, die is van Pieces en die kocht ik bij Only. Ik vind hem echt heel leuk. De kleurtjes erin vind ik heel mooi en hij is niet te warm, want het wordt nu warmer weer. En ik merk dat ik dan mijn warme, ik heb zo'n hele dikke wollen sjaal in het grijs, dat die te warm wordt. En deze is perfect en ik vond de kleurtjes heel leuk. Yes! Dan dit jurkje. Dit jurkje vind ik echt super mooi. Het is een jurk met een doorzichtige kant, de bovenkant. En kanten mouwen met een kraagje. En hij is vrij lang. Hij komt wel altijd boven mijn knieën. Hij is dus zwart. En ik vind hem heel, heel klassiek en heel volwassen. En ik hou ontzettend veel van kant. Hij is helaas te groot. Ik heb hem besteld in maat L. En dat vind ik dus zo waarom ik eigenlijk nooit online bestel. Omdat ik met die maten altijd in de knoop zit. Want ik heb soms een M, soms een L. Maar het ligt er gewoon net een beetje aan wat het model is, wat de stof is. Is het elastisch of niet? En ik had er wel naar gekeken. Dan stond wel in de beschrijving, hè, wat de stof was. Maar ik dacht toch, nou, ik ga voor een L. En hij is helaas te groot. Dus ik ga kijken of ik hem kan ruilen. Ik vind dat met online bestellen ook altijd heel onhandig. En ik weet nooit hoe dat moet, dat ruilen. En goed, maar ik ga het wel proberen. Want ik vind die jurk heel mooi en ik zou hem heel graag willen hebben. Dus die van H&M. Dan deze blouse. Die vind ik echt prachtig. Hij is eigenlijk vrij simpel qua model. Hij heeft wel hier op de mouwtjes wat details. Maar de kleur vind ik heel mooi. Het is een okergele blouse. Ja, dit is gewoon een van mijn favoriete kleuren. Staat me ook mooi, vind ik. En dus deze heeft ook leuke mouwtjes. Kun je opstropen. En kan mooi in een rokje ook. In een taille rokje. Dus die is perfect. Die hou ik. Dan heb ik nog deze crop top met madeliefjes. Ik heb natuurlijk mijn trui met madeliefjes. Die draag ik heel veel in deze crop top. Hij heeft dus wat kleinere madeliefjes. En hij is zwart en mijn trui is wit. Nou ja, dit kon niet weerstaan. Ik vond hem echt zo leuk. Hij was ook niet duur, dus ik dacht, die bestel ik erbij. En dat is gewoon een leuke, leuke top. Dan bestelde ik een jurk met leer, met nepleer. Dat is deze. Ook deze is te groot, helaas. Ik vond het bij deze ook heel lastig, maar de stof aan de zijkant is elastisch. Dus ik ga mijn maatje kleiner nemen en dan hopen dat die wel goed zit. Want ik vind het wel een hele leuke jurk. Ook heel stoer. En bevalt me wel. Gaat mooi dicht met de rits. En ik vind het ook leuk dat in de taille zit er toch een lijn, een stiksel. Waardoor je toch de taille toch een heel klein beetje geaccentueerd wordt. En je eventueel ook een riem omheen kan doen. Dan kocht ik bij H&M nog wat andere dingetjes. Zoals accessoires. Als eerste kocht ik deze sokken met mopshonden. Deze heb ik ook voor Sanne meegenomen. Het was toevallig een dag voor haar verjaardag dat ik deze vond. Dus ik heb deze ook aan haar cadeau gegeven. En de andere sokken zijn tijgers en katten. Nu opeens in al mijn sokken komen gaten. Dus ik was even flink sokken aan het kopen. Ik heb nog even een set gekocht. Deze zijn vrij basic. Cotton blend, ja, gewoon heel simpel. Dan deze super schattige cupcake. Ik vond hem echt heel leuk. Het is zo'n tasje als een cupcake. Ik wilde eigenlijk hier mijn mobiele oplader in doen. Maar die blijkt dat hij te groot voor is. Dus ik ga er nog even iets anders voor vinden. Misschien dat ik hier mijn lipsticks in doe. Voor in mijn tas dan. Maar heel leuk deze cupcake. Highlighter van H&M. Ik had bij de feestdagencollectie een highlighter gekocht. Toen zei ik van... hadden ze maar zoiets in het vaste assortiment zitten. En dit is volgens mij gewoon dezelfde kleur. Ik moet eigenlijk ze even naast elkaar houden. Maar mijn andere highlighter ligt in Arnhem. Lekker handig. Dus dat is, ik weet het niet. Ik ga kijken of ik het met foto's kan zien. En anders neem ik deze even mee naar Arnhem van het weekend. En dan ga ik kijken of ze op elkaar, of het echt dezelfde zijn. En anders als een van jullie ze allebei heeft, let me know. Ik wil hem uitpakken, maar het lukt niet echt. Oh, hier onderkant. Want die highlighter van de feestdagen was super mooi.
En hij lijkt er wel heel erg op. Dus ik denk wel dat het dezelfde is. Dan heb ik dit setje lipsticks. Deze ga ik reviewen. Hele kleine lipstickjes in verschillende roze kleuren. Mini lipsticks, 5 kleurtjes. Is echt ontzettend schattig. Ik ben heel benieuwd hoe deze gaan zijn. Dan heb ik nog deze matte lipstick gekocht. Dat was de enige matte lipstick die ze nog hadden. In een paarse kleur. Lendinsky, denk ik. Ja, ik vond het ook wel heel cool. Ik dacht donkerpaars. Kijk hoe die staat. En dan nog deze ketting die ik heel mooi vind. Knalroze ketting. Ik denk dat die echt super leuk gaat staan bij een mintkleurige blouse of een perzikleurige blouse. Gewoon als soort eyecatcher erbij. Heb ik iets bij Starbucks gekocht wat ik heel lang wilde hebben, waar ik telkens over twijfelde. En toen dacht ik, oké, ik ga het nu gewoon kopen. Dat is deze beker. En hier kun je dus gewoon frappuccino's in doen. Maar je kan ook gewoon je frisdrank erin doen. En dan kan je hem zo meenemen of gewoon thuis drinken. En ik vond hem heel leuk. En er is ook nog eentje met een bolle dop. Maar die vond ik wel echt super groot. Ik dacht, ik vind dit eigenlijk al een hele grote beker. Maar ja, ik wil hem gewoon heel graag hebben. Ik weet eigenlijk niet goed waarom. Maar ik vond hem echt heel leuk. Dus hier ga ik lekker mijn drankjes uit drinken. Ik was in Rotterdam. Ik ging sushi eten met Sanne en Teske in Rotterdam met Moshi Moshi. En ik was een uur te vroeg. Ik had me een uur vergist in de tijd. Ik weet niet waarom. Ik was zo druk in mijn hoofd dat ik gewoon, ja, ik dacht dat ik om 5 uur moest zijn. En ik dacht, ja, 5 uur, want dan gaan we 6:30 eten. Echt totaal logisch. Maar toen was ik dus te vroeg. En toen heb ik daar gewoon gebruik van gemaakt. Toen ben ik even gaan winkelen. Bij River Island kocht ik 2 hoedjes. Nou, ik had bij H&M van het weekend een hoedje gekocht, maar die heb ik uiteindelijk teruggebracht. Omdat ik hem, ja, hij paste toch niet. Ik heb best wel een groot hoofd. En deze zit een stuk beter. Dus ik denk dat deze wel, dat ik deze wel kan gaan dragen. En ik kocht een bordeaux rode, wat ik wel heel mooi vond. Of ja, rood, paarsig. En een basic zwarte. Dus dat zijn gewoon hele leuke bolhoedjes. En ik vind hoedjes heel leuk. Maar omdat ik gewoon zo'n groot hoofd heb, is het gewoon altijd een issue. En ik had een hoedje. Maar die ligt nog in Arnhem en hij ligt zeg maar bij mijn oude kamer die nu van mijn broertje is. En vrienden van mijn broertje komen daar en Mark heeft nu een beetje mijn hoedje geconfiskeerd. Telkens als ik op Instagram kom dan zie ik weer allemaal foto's van hem met mijn hoedje op. Dus ik dacht, weet je wat, laat hem gewoon lekker mijn hoedje dragen en dan koop ik een nieuwe. Dit is de bordeaux rode en zoals je ziet waren ze 12 euro per stuk. Bij Kostas kocht ik dit giletje. En deze kocht ik omdat ik mijn leren jasje had aangedaan. In Amsterdam was leren jasje warm genoeg. En in Arnhem was het gewoon best wel koud. Dus ik liep er en dacht, shit, ik heb het gewoon best wel koud. En toen dacht ik opeens aan dat ik wel eens meisjes zie. En die hebben gewoon zo'n giletje over een leren jasje aan. Dacht ik, hé, dat is eigenlijk best wel leuk. En mijn leren jasje is zwart en ik heb ook nog een bruine. Maar ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon voor deze kleur. Het stond ook helemaal niet gek of zo. Het stond juist wel grappig. Dus ik doe deze over mijn leren jasje heen aan. Wat alleen wel onhandig is, is dat hij zeg maar een soort V-hals heeft. En niet helemaal tot boven loopt. Wat dan niet echt mooi is, want dan zie je hier mijn leren jas. Dus dat is minder. Maar als ik hem open draag, kan het wel. En als ik een sjaal overheen draag, dan zie je het ook niet. En ik vond deze wel gewoon heel mooi. Dan vond ik bij Kostas mooie high-waisted rokjes. Vind ik zo moeilijk om te vinden. Of ze zijn te kort, of ze zijn te lang. Of de stof is totaal niet elastisch en ik wil er wel gewoon in kunnen bewegen. Toen vond ik deze. Dit is een hele mooie elastische met ritsjes. Ik vond de stof wel, ja, ik ben gewoon heel kritisch, eigenlijk nog iets te dun. Want als de stof te dun is, dan zie je weer alle vetjes zitten. En ook als je zeg maar een blouseje erin doet, dan zie je heel goed als er kreukeltjes in zitten of zo. Dus dat het blouseje eronder zit. Ik vind toch wel dat hij mooi zit. Dus dat is deze. Ik vind het model gewoon heel mooi. Sluit goed aan op mijn figuur. En toen vond ik er nog een. Maar hier twijfel ik nog wel een beetje over. Want deze stof is nog dunner. Dus ik weet niet zo goed met mijn buikje ook en zo. Maar ik vind de beleiding erin wel heel mooi. Want hè, met die lijnen naar beneden, dat slankt er af. En verder zit hij gewoon wel heel goed. Maar ik twijfel nog een beetje of ik hem haal in verband met mijn buik. Nou kocht ik een leren jurkje. Deze is helemaal leer. Wel weer nep leer ook. En deze is ja gewoon heel stoer. Hij heeft een V-hals. En hij heeft hier en daar wat stiksels hier ook in de zij. En ik vond hem al gewoon heel cool. Ik heb hem gekocht om aan te doen naar de verjaardag van Sanne. Ik kreeg wel even een opmerking van Teske van doe maar een leren jurkje. Maar ik moet ook weer wel zeggen dat ik er wel een beetje aan moest wennen hoor. Ik dacht, jezus. Ja, is het niet een beetje fout of zo? Maar nee, ik vind hem eigenlijk wel heel stuur staan. Het is ook maar net waarmee je hem combineert. Ik droeg er dan ook dit vest overheen. En deze kocht ik bij H&M Trend. En dat is zeg maar de duurdere, exclusievere lijn van H&M. En ik vond hem echt
ja, heel mooi met de stiksels erop. Hij is lang, hij is ook al een beetje wat losvallender. En die droeg ik er dan overheen aan, want het jurkje was natuurlijk ook mouwloos. Dus het was natuurlijk ook al te koud. Maar dat ging prima zo. En deze vind ik ook echt ja, heel mooi, heel stijlvol. Nou, dan was dat mijn shoplog. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Eerste keer dat ik het ook film dat ik het aan heb. Wat ik moet eerlijk toegeven wel spannend vind. Het is, ik deed het eerder niet. Niet omdat ik te lui was. Ik dacht, daar heb ik geen zin in. Maar meer omdat ik dacht, ja, krijg ik misschien commentaar op mijn figuur of hoe het me staat. En ik weet niet of ik dat wil. Ik weet niet of ik het blijf doen. Ik moet gewoon heel even kijken wat jullie ervan vinden. Maar ik dacht wel, het is wel leuk om gewoon ook te laten zien. Misschien wat toegevoegde waarde. Want de shoplog is natuurlijk toch vrij simpel om op te nemen. Dat ik er toch wat extra moeite in kan stoppen. Dus laat maar weten. Heel erg bedankt voor het kijken. Vond je leuk deze video? Abonneer je dan hieronder. Dan blijf je up-to-date van al mijn nieuwe video's. En ik zie je graag de volgende keer weer. Doeg!